Innoveren komt nu niet uit. Dat zeggen veel directeuren. En ik begrijp dat wel, met al het personeelstekort dat er op dit moment is. Maar het is geen slimme keuze. Hoi, ik ben Marieke Schoenmaker en ik help innovatieteams te versnellen. Maar hoe zit het dan wel? Er is een strategie om de uitdaging van personeelstekort te overwinnen en toch innovatief werk te doen. Zo pak je het aan. Moedig allereerst de nieuwe ideeën aan van iedereen binnen je team. Bepaal dan vervolgens wat het meest winstgevende idee lijkt te zijn. En wat is dat ene idee waarmee jullie absoluut naar de markt willen gaan? En pak dat via een stappenplan dan aan binnen 6 maanden, zodat dat succesvol naar de markt wordt gelanceerd. En als dat is gebeurd, dan vier je het succes. En op deze manier zorg je ervoor dat je snel blij wordt van, nou ja, de progressie die je maakt op het gebied van innoveren, zodat het steeds gemakkelijker afgaat. En omdat je je richt op één winstgevend idee, ben je toch met innoveren bezig, terwijl het niet gaat wringen bij het personeel. Wil jij nu geloven dat innoveren nu niet uitkomt? Of wil je eindelijk de groei gaan bereiken die je wil? Boek een afspraak via de link bij deze video en ik bel je terug. Tot de volgende keer.